Deze lever, dames en heren, is één grote xenofobe hoogoven. Of liever gezegd een moleculaire kettingzaag. Wat is het favoriete lichaamsdeel van professor Ravensloot? Dit is de Universiteit van Nederland. Cellen leven in ons lijf als een foetus in vruchtwater. Ik kan het niet plastisch uitdrukken, daar hebben we allemaal een beeld bij. We hebben zo'n foetus, die zit op zijn duim te zuigen in zo'n grote zak met vruchtwater. En dat is exact het beeld wat ik van een cel aan jullie zou willen meegeven vanavond. En die waterige omgeving is van uitzonderlijk belang voor het overleven van onze cellen. Dat is namelijk de directe omgeving van de cel. En de cel heeft dezelfde behoefte als u en ik. Ze willen graag eten, ze willen ademhalen en ze moeten ook hun behoefte doen. Ze moeten af en toe even naar het toilet om te poepen en te plassen. Zo'n cel kan zich niet losmaken om naar de kantine te lopen en de cel kan zich niet losmaken om naar het toilet te gaan. Die moet dus het eten en drinken en poepen en plassen op exact dezelfde plaats doen. En raad eens wat die plaats is. Inderdaad, dat is dat water wat zich om die cel heen bevindt. Dat water is zo belangrijk dat het in mijn vakgebied een term heeft gekregen, een Franse term, milieu-interieur. Dat milieu-interieur is voor het voortbestaan van al die cellen, zelfs uw eigen favoriete lichaamsdeel, daar zitten die cellen in, zit het milieu-interieur in. Dat milieu-interieur, dat moet een goede samenstelling hebben, dat is gemaakt van water, maar niet gewoon van kraanwater, maar er zit water, er zitten bouw- en voedingsstoffen in. En als je niet uitkijkt, zal dat water vervuild raken doordat zo'n cel daarin poept en plast. Dat milieu-interieur is onderhevig aan verandering. Immers, cellen eten daar de voedingsstoffen uit, suikers en de vetten voor de energie. En die halen daar de zuurstof uit om die suikers en vetten te verbranden. En dat doen ze niet met een vlammetje, maar dat gaat heel erg langzaam. Maar dat is wel degelijk een echte verbranding. Voel maar aan je eigen handen, aan je eigen lijf of waar dan ook. Dat is warm van die verbranding. Dat heet met een mooi woord metabolisme. Die cellen moeten daar de bouwstoffen uithalen om te groeien. Denk maar aan werkende spieren die in volume toenemen, die groeien. Halen dat uit dat milieu-interieur. En bij die verbranding en bij dat opbouwen komen afvalstoffen vrij. En die worden geplast en gepoept in dat milieu-interieur. Dat milieu-interieur dat verarmt en dat vervuilt. En dat verarmen en vervuilen kan niet oneindig lang doorgaan. Want als dat water te verarmd raakt, dan kunnen daar geen voedingsstoffen meer uitgehaald worden. En als het te vervuild raakt, dan zullen die vervuilende stoffen giftig zijn voor die cellen. En die cellen zullen komen te overlijden. En dat probleem moet worden opgelost. En dat probleem wordt opgelost door al deze organen die in uw en mijn lijf zitten. Dus als je wel eens afgevraagd hebt, er is een veelheid aan organen. Waar dient dat nou toe? Nou, dat dient allemaal met één doel. Dat kan ik met één zin samenvatten. Dat is om het milieu-interieur constant van samenstelling te houden, ondanks het feit dat daar voortdurend stoffen aan onttrokken worden, namelijk de bouwstoffen en brandstoffen. En ondanks het feit dat daar voortdurend vuil in gedumpt wordt door de afval, de verbrandingsproducten van suiker en vet en de verbrandingsproducten die bij het maken van cellen, of de afvalproducten die bij het maken van cellen vrijkomen. Daarvoor hebben we al deze organen. In de eerste plaats zijn daar de longen. Met de longen doen we inspiratie op. En de longen zijn de organen, en helaas ook expiratie. Dus zo snel als de inspiratie naar binnen komt, blazen we hem ook weer uit. Dus erg geïnspireerd zullen we dan niet blijven. Maar zo'n 12 keer per minuut ademen we in en uit. En ongeveer een melkfles, halve melkfles, dat is een halve liter aan lucht, komt dan naar binnen. En deze longen die zullen het milieu-interieur voorzien van zuurstof. Die zullen het verrijken met zuurstof en die zullen het vervuilende gas, koolstofdioxide, CO2, eruit halen. Maar er zit nog wel een afstand tussen uw favoriet orgaan en de longen. Dus de vraag is, hoe komt dan dat
milieu-interieur bij die longen om verschoond te worden, om ontdaan te worden van die vergiftende gassen en verrijkt te worden met dat fijne zuurstof. En dat is nou de taak van de circulatie van het hart. Dat ligt hier onder de longen, ligt het hart met de bloedvaten. Die bloedvaten die hebben een slagaderlijke kant en een aderlijke kant. En die slagaders die worden steeds, die zijn erg groot bij het hart. Dat zijn gigantisch grote slagaders. Maar naarmate ze dieper en dieper in uw lijf binnendringen, worden ze kleiner en kleiner en kleiner. Totdat ze de diameter krijgen van een menselijke haar. En al uw cellen, zelfs de cellen in uw eigen favoriet orgaan, die hebben een eigen zogenaamd haarvat. Een heel dun bloedvaatje, wat ervoor zorgt dat het bloed als een soort PTT-pakketbezorger voedingsstoffen komt aanbrengen, maar ook als een vuilnisophaler de vervuilende stoffen mee opneemt. En dat is exact wat er gebeurt. Dat bloed, het hart, zorgt voor een circulatie van bloed in het systeem. Dat bloed gaat naar de haarvaten en dat bloed is de pakketbezorger, maar tegelijkertijd ook de vuilnisophaler. Dat bloed wordt dan vervolgens verzameld in deze blauwe aders, teruggeleid naar het hart. En de eerste station wat dat adellijke bloed met die vervuilende gassen, want dat is inmiddels opgenomen in die haarvaten, tegenkomt, zijn de longen. En die longen zullen dan het zuurstof wat nodig is terugstoppen in dat bloed, zullen het verrijken en zullen dat CO2, het koolstofdioxide, zullen ze uitblazen. Dus dat is de functie van het hart, dat hier inderdaad op de juiste plek zit, bij dit orgaan, deze torso en de longen. Dan vervolgens hebben we dus die vervuilende gassen, die hebben we eruit gehaald. We hebben het ook verrijkt met zuurstof. Dan komen we bij deze bruine klomp uit. Die zit juist onder het diafragma en dat is de lever. En de lever wil zich niet laten kennen en die valt hier al uit. Maar dit is een model van de lever. En deze lever, dames en heren, is één grote xenofobe hoogoven. Wat zegt hij nou? Een xenofobe hoogoven. Een orgaan dat van twee kanten bloed krijgt. De eerste kant is van de darmen. Nou, in de darmen daar komt natuurlijk de maaltijd die je eet. Daar komen moleculen die met de maaltijd meekomen, komen in het lichaam. En die moleculen worden direct naar de lever gestuurd. En de lever controleert maar op een drietal zaken. Ben je een suiker, ben je een vet of ben je een aminozuur? En als je niet aan deze drie voorwaarden voldoet, ga je onmiddellijk de hoogoven in. Word je onmiddellijk apart genomen, in zo'n cel gehaald en word je aangevallen door de meest verschrikkelijke enzymen. En een enzym is een mooi woord voor een moleculaire knipschaar, of liever gezegd een moleculaire kettingzaag. En dan worden die moleculen aan stukken gezaagd. Dan wordt er vervolgens een postzegel opgeplakt, zodat het nog enigszins in water oplosbaar is. En dan gaat het vervolgens naar dit orgaan. Dat is de galblaas, die zit onderaan de lever, dus een beetje kiekeboe speelt zo hier. En je kunt het hier een beetje zien, dat groene tipje hier, dat is nauwelijks gezien hoor, maar dat is de galblaas. Daar zit galsap in en het galsap dat wordt weer in de darm gedumpt en dat poep je vervolgens uit. Dus we kijken hier eigenlijk in die galblaas naar het afvoerputje van je lichaam. Je had altijd al gedacht dat dat je anus was of je piemel met het, of wat het vrouwelijke equivalent daarvan dan, dat het was, maar in feite zit die afvoerput in je darm, in de galgangen. Je poept het dan gewoon uit. Alcohol is een voorbeeld, medicamenten zijn voorbeelden, allerlei metabolieten zijn voorbeelden. Bekend zijn natuurlijk de metabolieten van de afvalstoffen die ontstaan als je je rode bloedcellen afbreekt. Die rode kleurstof wordt dan een bruine kleurstof en die poep is bruin vanwege het feit dat de rode kleurstof uit je bloedcellen door de lever wordt afgebroken, wordt afgevoerd en die maakt dan je poep bruin. Als je poep is, heeft gewoon een verteerd voedsel, heeft een grijze kleikleur, stopverf. Ja, stopverf, dat herkent de jongste generatie al niet meer, maar stopverf, dat deed je vroeger in de ramen. Dat heeft een beetje een grijzige kleur. Maar wordt bruin gemaakt door dat soort processen die zich in de lever afspelen. De lever is niet supergoed, dus het is niet zo dat nou dat hij alles tegelijkertijd aan kan. Hij heeft een paar uur nodig. Dus, want ik zei net, hij krijgt bloed van de darm. Maar ook bloed uit het lichaam hoor. Dus, hij krijgt, dus wat hij laat schieten
Bij de eerste doorgang, dat komt in je lijf terecht. Dus iemand die drinkt kan nog wel een prettig gevoel van alcohol krijgen. Maar vervolgens wordt dat bloed voortdurend heen en weer door die lever gestuurd. Geklaard heet dat met een mooi woord. Die lever is dus, zorgt ervoor dat de cellen van uw favoriet orgaan, dat daar de afvalproducten in het bloed komen, via het bloed bij de lever, zal het afbreken, via de darm raken we dat kwijt. Het is dus een orgaan dat er zorgt dat ons milieu-interieur schoon blijft. Een orgaan dat ervoor zorgt dat ons milieu-interieur voldoende verrijkt blijft van voedingsstoffen en bouwstoffen die zo brood nodig zijn om die cellen te voeden, is het maag-darmkanaal. Het zijn deze darmenpakket wat je hier ziet liggen. En dat is een boeiend orgaan. Dat heeft zelfs een filosofische context. Dit is het orgaan, dames en heren, waar de dood weer tot leven komt. Ik bijvoorbeeld ben gemaakt van talloze dode kippen. U zou het niet aan mij zeggen, maar ik ben een groot liefhebber van kipvlees, aangevuld met dode koeën. En die zijn allemaal in dat maag-darmkanaal gestopt en die zijn in mij weer tot leven gekomen. De dood komt iedere dag in uw eigen leven tot leven. En dat is een concept dat door heel veel literatoren is opgepikt. Het weer tot leven komen van iets dat dood is. En het heeft wat allerlei prachtige culturele en religieuze geschriften en uitingen geleid. Maag-darmkanaal, en als u dat niet gelooft, gelooft u maar, stelt u zich maar een zwangere vrouw voor in wie er buik een foetus groeit. En die foetus daarin wordt de dode vlees en vis weer levend gemaakt in de vorm van een nieuw mens. Wat andere boeiende van het maag-darmkanaal is, dat het aan de bovenkant wordt gevuld. Dat doen we het liefst waar heel veel mensen bij zijn. Daar nodigen we mensen vooruit. En dat zetten we soms op Facebook. Kom mij lekker een hapje eten. En dan gaat een muziekje bij aan. Dat is heel gezellig. Die onderkant leegmaken. Dat is nooit zo'n sociale gebeurtenis. Dat doe je het liefst in je eentje. Sommigen doen het liefst dat niemand er wat van merkt. En daar schaam je je zelfs een beetje voor. Fysiologisch gezien hetzelfde proces, alleen dan aan de andere kant. Maar sociaal impact ervan is bijzonder groot. Voor het eerst een scheet, twintigers, voor het eerst een scheet laten waar je partner bij is. In relatie, dat zijn toch een soort relatietesters. Hè? Als je al een tijdje met elkaar gaat, dan weet je niet beter. Maar dat zijn toch dingen waar je even over nadenkt. En dan tenslotte, en dan hoop ik dat ik ze allemaal gehad heb, hebben we nog de nieren. Geweldige organen. Iets waar ik met ontzettend veel plezier over onderwijs kan geven. We hebben er twee van. En ze zijn maar 1% of zo samen van uw lichaamsgewicht. Een paar honderd gram. En toch krijgen ze 20 keer zoveel bloed als dat ze op grond van hun lichaamsgewicht recht op hebben. En dat klopt omdat die nieren het bloed zuiveren van de, wat we noemen de wateroplosbare afvalstoffen. Dat is eerder opgehaald bij alle cellen. Dat is in het bloed terechtgekomen, komt bij de nieren. En u ziet hier deze groene, bruine kernen, deze piramides. Daaromheen zit hoefijzervormig roze materiaal, dat noemen we de schors. En dit heet dat het merg. En in die schors, u zult het geloven of niet, zitten extreem kleine holtertjes. 1 tot 1,5 miljoen per nier van die holtertjes. En in die holtertjes wordt vocht gevormd uit bloed. En als je dat voor een vol etmaal zou optellen, wat beide nieren gezamenlijk aan vocht produceren in die holtertjes, dan kom je op maar liefst 180 liter. Dus die twee nieren samen maken in kleine holtertjes in die schors 180 liter vocht. En dat vocht gaat dan verlopen via deze merggebieden. En in dat proces zal heel veel vocht worden teruggehaald, waardoor er uiteindelijk maar 2 liter urine overblijft. Het is een onvoorstelbaar fascinerend proces. Wij plassen dus per etmaal iets maar van 2 liter of urine of zoiets, 1,5-2 liter. We plassen 2-3 keer of 4 keer per dag, als je tenminste niet vreselijk veel drinkt. En dat urine is gemaakt uit een gigantisch volume, als je dat op 24 uur berekent, namelijk 180 liter. En als je dan realiseert dat u zelf ongeveer 50% uit water bestaat, dus ongeveer een litertje of 30, 40, 50. Dat betekent dat uw totale lichaamswater per dag 3 tot 4 keer door uw eigen nieren worden schoongemaakt. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk fraai. Het belang van dat milieu-interieur, en
kan worden geïllustreerd met het feit, door aan u te vragen hoeveel seconden heb ik, als het hart, mijn hart er nu mee zou stoppen. Het is een naargeestige vraag, ik geloof het gaat niet gebeuren. Maar als mijn hart stopt, dan stopt dus die pakketdienst die voedingsstoffen en zuurstof aanlevert aan mijn cellen. En dan stopt die vuilnisophaaldienst die bij al die cellen langs gaat om al die troep op te halen, om vervolgens naar de longen en de lever en de nieren te brengen. Hoeveel seconden denkt u dat ik heb om nog even te kunnen praten met u als mijn hart er nu mee zou stoppen? Roep eens wat. Te kort. Ja, 10 tot 15 seconden heb ik. Misschien wat minder, ik ben 51, dus het gaat bij mij wat sneller. Maar in mijn hersenen duurt het 10 seconden voordat het milieu-interieur van mijn cellen zo snel verarmd is, hè, dat het gebrek aan zuurstof snel zo groot is, en het gebrek aan brandstof zo groot is, en de ophoping van afvalproducten zo snel gebeurt, mijn hersencellen werken zo snel, dat binnen 10 seconden het voor de cellen die mijn bewustzijn maken onleefbaar wordt. Die stoppen ermee. En hoeveel seconden heb je dan nog voordat cellen beginnen te sterven aan dat gebrek aan doorbloeding? Weet iemand dat? 5 minuten, ja. Dus dat milieu-interieur in mijn brein, dat verslechtert zo snel, hè, wordt zo snel zo arm, omdat de cellen halen daar glucose uit, halen daar zuurstof uit, en stoppen daar CO2 en afvalproducten in terug. En dat wordt daar zo zuur en zo vies en zo goor, dat cellen sterven binnen 5 minuten. Om eraan te geven het belang van het schoonhouden van dat milieu-interieur. Dat is echt van essentieel belang. Het is mijn vakgebied om de werking van al die organen te leren kennen en om met studenten te delen. En dat milieu-interieur hebben we natuurlijk constant van samenstelling, zodat dit orgaan, het brein, samen met de spieren en de zintuigen eigenlijk van het leven kunnen genieten. Ik hoop in uw geval tientallen jaren lang. Maar herinnert u zich voortaan dat uw brein en uw welzijn eigenlijk kritisch afhangt van hoe goed uw lichaam in staat is uw milieu-interieur constant van samenstelling te houden. En daar wil ik mee eindigen. Dank u.